die zeldzame keren terugkijk, dan vind ik in principe mijn microfoon niet heel, heel verschrikkelijk of zo. Ja. En dan moet er natuurlijk een deur komen. Want ik ben YOLO. Dus er komt een freaking deur. En die zet ik ook heel, heel handig geplaatst. Zet ik die daarnaast. Zo. Don't ask me why. Misschien slim als ik even wat cobblestone meeneem. Om gelijk even een huisje om een nether portal heen te maken. Oh wacht, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Let's light it up. Zou er eigenlijk een... nu ziet er best wel episch uit. Oh, ik moet die ook nog doen. Jemig. Waha! Oh. En ik ben in een nieuwe dimensie waar actief is veel lekkerder. Ja! En ik bal best wel, want ik moet echt 10 dagen lang gewoon mijn hele kanaal alleen runnen. Wat niet leuk is en zo. En ik snap echt niet hoe mensen energy kunnen drinken. En hoe ze dat nou lekker kunnen vinden. Oké, ik heb echt ziek veel lek. Oh, misschien moeten we nether gewoon even renderen. Oh yeah. Oh fuck. Ik ben in de wereld van XP. Oh, ik ga ook nog een huisje maken van blocks en oor. Dus dat ik echt gewoon alle oors neem. Alle blocks die je van die oor kan maken. Want volgens mij... Fuck. Ja, ik heb zoveel lek, hè. Soms loopt hij gewoon even 5 seconden vast. Vind ik wel jammer. Oh. Erg slim van mezelf. Oh, gelukkig. Oh, ik ben zo blij dat ik nu weer die... ja, het is wel een cheatpack, mod, ding, shit, x-ray. Ja, mensen, er zit x-ray bij. Maar ik ben zo blij dat er ook gewoon handige coördinaten bij zitten. Volgens mij is het simple coordinates. En het is zo fucking chill. Nu heb ik gewoon standaard. Kijk, linksboven in de hoek. Daar zo. Als ik mijn inventory wegklik. Dus hier zo, klik mijn inventory weg. Kijk daar nog steeds heen. Ik kan het gewoon aan en uitzetten. Zolang het aanstaat, zien jullie dat als het goed is ook in de video. Dus als jullie dat in de video zien, dat betekent dat ik gewoon de video terug kan kijken. En dan weet ik maar waar het nether portal is. De nether portal. Die nether shit. Wat ik dus echt verschrikkelijk chill vind. Want dan, dan hoef ik dus niet mijn huis, mijn nether portal en shit terug te spannen en zo. Ik weet gewoon waar mijn huis is, omdat het nu in video staat. En uiteindelijk kan ik die video's ook weer terugkijken op YouTube. Oftewel, X-ray saved my life. Klinkt zo raar om te zeggen dat gewoon een cheat mod gewoon je leven heeft gered in Minecraft. Oh my god. En ik mag ook weer een leuke titel hiervan gaan bedenken. Want mensen, volgens mij als je gewoon... Als je gewoon ook je titels leuk maakt, dat mensen er gewoon op willen klikken om te zien wat de titel eigenlijk met het filmpje te maken heeft, heb je toch alweer extra views. En aangezien ik en Maarten vrij veel video's uploaden, met dank aan mij. En als we dan gewoon elke video een leuke titel hebben, dan denk ik dat we al vrij gemakkelijk veel views krijgen, omdat mensen daarop gaan klikken. En als ik dan zorg dat een wat groter kanaal, dus gewoon 100 subs zal wat zijn, zijn of gewoon Frank die 50 subs heeft of inmiddels 60 of zo, die krijgt daar ziek veel subs erbij ineens. Volgens mij zijn video's echt van veel betere kwaliteit. Het enige is, nou ja, in principe investeren Maarten en Frank investeren veel meer moeite in hun survival series. Oh, ik ga ook mushroom stew maken. Oh, lekker. Nee hoor. In ieder geval, die investeren er volgens mij echt veel meer tijd in. Ik bedoel, ik ben gewoon een beetje random bezig. Alles wat ik doe is in een opname. Dus ik zit niet dat ik off-cam echt een uur bezig ben. Gewoon om cobblestone te mijnen voor mijn geweldige huis. Nou, ik heb geen huis. En het huis wat ik van plan ben
maken. Die, daar heb ik toch geen, ja, heb ik toch geen extreem veel resources voor nodig. Ja, ik heb veel wooden logs. Volgens mij heb ik echt bijna een stack nodig. Maar dat is ook maar een stack. Dat is niet ziek veel ofzo. Als ik gewoon één jungle tree heb. Tree. Ik heb geen zin om helemaal een goede Engelse uitspraak te doen. Ik zeg gewoon tree. Dan ben ik er ook alweer fuck. Maar life. Nou, dan ga ik maar terug. Ja, dat schot mij zo pest. Nee hoor, grapje. Grapje, christelijke mensen. Grapje. Niet huilen. Oh ja. Ik heb nog rode mushrooms nodig. Die daar zo zijn. En ik hoop dat er nog iets cools in de Nether komt. In 1.7. Want dan hoef ik nog even niet naar de Nether. Ik heb nu wat glowstone. Glowstone heb ik. Ik heb 10 glowstone. Dat betekent dat ik... ik wil 5 huisjes maken sowieso. Oh, dan moet ik het... ik weet het niet. Dat vind ik ook zo chill aan de Nether. Als je gewoon een paar kommen meeneemt. Dan kun je gewoon een hele tijd in de Nether blijven qua voedsel. Want ik... Nou, ik kan mijn inventory dus niet openen hier. Laden. Ja. Zo. En als ik dus gewoon een kom maak. Dus 3 hout, dit vormpje. Zo. En daar doe ik dan een rode mushroom. En een andere mushroom. Hoe heet je? Een rode en een grij... Een rode en een bruine. Dan heb ik al gelijk weer gewoon eten. Ik weet niet hoeveel het hield. Maar volgens mij is het wel wat. Volgens mij hield het wel wat. Oh. Hoe de fuck kan het nu alweer nacht zijn? Het duurt fucking 10 minuten. Het enige wat ik een beetje heb gedaan is rondspringen. Ja, niet springen natuurlijk, maar... fuck, ik heb alweer geen timer. Oh, volgens mij is het nu 10 minuten of zo. Laat even je reactie achter hoe lang de video duurde als ik dit toen dit zei. Ik moet echt een grotere farm gaan maken. Maar aangezien ik toch op peaceful speel, omdat ik anders dood ga... ik ga sowieso een korte blok maken. Zo. Het is echt fucking duur. Oh joh. Het is toch wat goedkoper. Oké, dump mijn shit in de kist erboven. Zo. En zo. Even kijken of mijn ijzer al klaar is. Oh, ik ga even wat buckets maken. Oh, fuck. Buckets. Buckets. En dan... Oh, ik heb hier nog ziek veel kool. Ik ga koolbloks maken. Wat vind ik hip. Weeha! Koolblok. Dan ga ik ook in een huis plaatsen. Ga ik gewoon een random koolblok plaatsen. Because random is random. Ja, even wat. Zo, zo. 5 buckets. Nou, ook wel nice. Wat kan ik nu gaan doen? Ja, dat ga ik doen. Ik ga even een nieuwe pickaxe maken. Ik ga gewoon met een stenen pickaxe werken, denk ik. Ik ga nog wat pickaxe maken. Dat doe ik meestal. Als ik zeg maar meer dingen van iets moet maken. Dus bijvoorbeeld 2 pickaxe. Dan ga ik het niet helemaal uittellen. Ik maak gewoon het vormpje. Want dat kan natuurlijk gewoon. Aangezien een crafting table maar 3x3 is, dan kan het makkelijk in je inventory. Maak gewoon het vormpje en dan weet ik altijd dat ik genoeg heb. Zo. Let's get back to the Nether. Ah, ik zie dat er alweer wat saplings gedropt zijn. Zo. Sorry als jullie mijn neus horen ophalen. Ik heb daar altijd een beetje last van. Let's get into the Nether. Ik vind het nog steeds best wel episch dat ik dat gewoon bedacht heb. Maar volgens mij is de texture wel iets veranderd. Van de, hoe heet het? Van de lapis lazuli.
Dat is volgens mij de tekstje van veranderd. Ik ga dit gebiedje, waar ik even helemaal leeg hakken. Want met dat gebiedje ga ik dus, hoe heet? Dan ga ik wat shit van hem maken en zo. Dan ga ik, hoe heet het ook weer? Jeez. Nether bricks ga ik maken. Want het ziet er best wel episch uit. Ook aangezien daar horen ook fences bij. Dus daar kan... Dat wordt denk ik mijn volgende huisje die ik ga maken. Ik ga sowieso 4 houten huisjes maken. Fuck, mijn meer wordt te klein. Oh fuck, ik bedenk me net iets heel vervelends. Als mijn meer vol is, dan moet ik dus of een nieuw gedeelte...